Mijn naam is Thijs en ik heb wiskunde gestudeerd. In eerste instantie begon ik aan de Bachelor Civiele Techniek, maar voor mijn master ben ik alsnog naar wiskunde geswitcht. Na mijn studie ben ik gaan werken voor een investeringsmaatschappij. Daar beoordeelde ik of we wel of niet moesten investeren in een bepaald bedrijf. Tijdens dit werk kwam ik erachter dat ik de energietransitie super interessant vond. Ik werk daarom nu voor HCC als projectmanager. We ontwikkelen fabrieken voor de productie van waterstof, maar dan op zo'n manier dat er geen broeikasgassen vrijkomen. We produceren dus een groene grondstof voor de industrie. Dat is beter voor het klimaat. Een projectmanager kan je zien als een spin in het web van het project. Ik breng de mensen bij elkaar en zorg ervoor dat het project succesvol wordt. Ik moet daarom veel overleggen met mensen, zoals ingenieurs, klanten en verkopers. Ook schrijf ik de investeringsplannen en ontwikkel ik de business case. Daarbij gebruik ik wiskunde om voorspellingen te doen over toekomstige winstverwachtingen. Als wiskundestudent los je veel problemen op en doorgrond je de verbanden tussen veel variabelen. In de praktijk is het eigenlijk niet anders. Ook daar heb je verschillende factoren die met elkaar in verband staan. Vooral deze wiskundige manier van denken, die je aanleert tijdens de wiskundeopleiding, is zo ontzettend waardevol.